Eddie, gefeliciteerd met jouw Europese titel. Wat zegt jou deze titel? Op dit moment zit eigenlijk wel het hoogst haalbare wat ik kan halen als geen prof meer, zeg maar. Dus ik had op deze wedstrijd gericht. En over een maand het WK, maar die gaat niet door helaas voor ons. Dus ik ben eigenlijk heel blij mee met dit. Ja. Eigenlijk het grote piekmoment van het seizoen was het voor jou. Ja, klopt. Ik was afgelopen week nog een beetje ziek aan het worden, dus ik had een beetje bang ervoor. Maar uiteindelijk is het gelukkig toch goed gekomen. Nog een keer gevallen in de laatste ronde zelfs. Dus, ja. Maar op zich, afgezien van de val, maakte het hier wel de indruk alsof je echt hier wel de sterkste in koers was. Ja, in het begin was het gewoon even kat uit de boom kijken, want je weet ook niet hoe de concurrenten zijn. Ik stond met de start op de tweede rij. Iemand voor mij staat heel slecht, waardoor ik heel slecht weg was. En dan de Fransman die tweede was, die maakte wel een goede indruk. Dus ik denk, ja, even kijken wat hij doet. En hij versnelde op een gegeven moment en hij reed echt serieus door. Toen dacht ik van, ik ga het nog een keer proberen. En toen bleef hij in mijn wiel. En toen riep mijn vader in de materiaalpost van, hij zit stuk. En toen ben ik doorgereden, toen moest je lossen. Dus dat was een goed moment voor mijn vader. En toen vanaf dat moment ben ik alleen gekomen. Dat was de derde ronde, denk ik. Ja. Nou heb je natuurlijk in je loopbaan meer gewonnen. Ooit een keer een WK-medaille bij de junioren, als het me niet vergis. Hoe komt deze in dat rijtje te staan, deze titel? Was bij junior als tweede, achter Lars Boom. En dan zie je nog een hele toekomst voor je. Op dit moment is, zeg maar, dat allemaal afgesloten. En nu heb ik een winkel. En dan is het eigenlijk wel op een bepaalde manier toch dezelfde hoogte. Omdat je het heel anders verleeft. Dus ik denk een beetje hetzelfde rijtje komt. Dus je bent er gewoon heel erg blij mee? Ja, zeker weten. Ja, alsjeblieft.